Geert Schipper, we zitten hier in Alkmaar. We kijken naar Jetsen die een poging doet om het werelduurrecord te verbeteren. Dat op jouw naam staat. Met wat voor gevoel zit jij hier dan? Nou, tweezijdig. Maar het doet gerust een beetje zeer als iemand harder gaat fietsen dan ik. Anderzijds, met willekeurige wedstrijd is hij eigenlijk altijd al sneller geweest. Ik ben er als 2 jaar geleden als schijntje eigenlijk ingestapt laat ik het eens een keer proberen. Dat was toen een kleine deceptie. Afgelopen jaar was dat duidelijk een beter succes. Meer voorbereiding, beter materiaal, maar nog steeds met standaard materiaal. Ik ben eigenlijk wel heel blij dat er iemand is en dat het mijn collega Jetsen is die een upgrade doet in materiaal, in aerodynamische testen, in eigenlijk alles. En daarmee een poging doet om het te verbeteren. Ja, dat is alleen maar een heel goede zaak. En als ik dan zo een beetje tussen de regels door luister, dan ga je er eigenlijk stiekem al een beetje van uit dat hij dat record wel gaat verbeteren, hè? Nou, stiekem zit ik nu mee te klokken. En ik weet mijn tijden die ik per ronde reed, ik zie zijn tijden. En dat op dit moment is dat meer dan een seconde per ronde verschil. Het zou raar zijn als hij het niet gaat halen. Ik zie jou ondertussen inderdaad druk op je horloge kijken. Ik zie jou ook signalen geven naar Jetsen. Je steekt je duim op. Je leeft wel heel erg met hem mee, hè? Nou, weet je, we zijn concurrenten. En, het is gewoon een heel mooi, spannend moment, dit. En ik weet ook hoe zwaar het is, hoeveel pijn dit doet om dit vol te blijven houden. Ja. Dat was ook mijn volgende vraag eigenlijk, want we zien Jetsen af en toe hier achter jou langs voorbij rijden, hard ook. Maar hij is nog net bezig. Wanneer komt nou echt dat zware moment? Wanneer wordt het echt lastig? Nou, ik denk zelf naar een kwartier, 20 minuten. En misschien dan ook de laatste 10 minuten dan wel. Maar na een minuut of 10 kwartier, zeg maar, dan is je lichaam uiteindelijk stabiel, zeg maar, met ademhaling en hartslag. En dan is het, ja, dan moet je op een goed niveau zitten. Zit je dat niet, dan moet je gewoon op je drempel zitten van je maximaal vermogen. Zit je erboven, dan mag je verzuren. Zit je eronder, dan moet je dat harder. Maar je zit constant op je max. Afzien, pijn lijden, dat gaat het dus sowieso worden. Het record staat op 42.165 meter. Als Jetsen dat nou vandaag gaat verbeteren, zien we jou hier dan volgend jaar weer terug. Nou, hangt er vanaf hoe ver hij er overheen gaat zitten. Als hij voorbij de 44 gaat fietsen, dan ga ik daar geen poging voor doen. Blijft hij, wat ik niet verwacht, maar net boven de 43, dan verwacht ik dat ik nog wel volgend jaar een keer een poging ga wagen. Spannend, dankjewel. Graag gedaan.